Remensjes. Celine. Remensjes. En de camera is terug. Eindelijk. Het heeft 3 weken geduurd of zo. Dus vanaf nu komt weer elke week, nou, 2 keer in de week komt er een video. Excuses dat ik er weer uitzie. Niet waar, niet waar. Wat mama gaat zeggen, dat liegt ze nu. Als een zwerfpaal. Ik zie ze echt liegt uit. Het. Ja, maar ik was zo moe. En we gaan dus nu mijn moeder ophalen van Schiphol. En ik had echt niet de energie om mezelf klaar te maken. Ja. Jij ziet er mooi uit hoor, schatje. Oké. Okay. Jij ziet er ook mooi uit. Dat is lief, maar het is wel een leugen. Niet waar! Maar we gaan nu eerst mijn moeder ophalen. Want ik zag ineens dat de vlucht echt 40 minuten eerder is geland. En dat is dus eigenlijk nu. Echt? Ja. Dat is dus eigenlijk nu. En wij zijn nu nog in Rotterdam. Dus, dat is naar. Wij gaan muziek luisteren en gaan met die. Gaan met die. Ben je serieus? Gaan met die mannen. Oh, ik dacht al. Oké, okay, wij gaan nu in een... Nee, ik weet niet wat ik wil zeggen. Dag. Je zit als een ingezakte aardappel. Doe eens even knipoog dan niet. Even voor Mimi een foto sturen. Mijn naam is fout, Selina ook. Mijn naam is goed. Op Curaçao was mijn naam steeds fout. Kan dat nou? Huh? Mijn naam is toch goed? Nee. Huh? Oké, okay, het is inmiddels 6:15. En Selina is bij mijn moeder gebleven. En ik zou naar huis. Ze gaat daar slapen. Ik was van plan om mezelf ook een beetje te fascineren, maar gaat hem dus niet worden vandaag. Alleen, ik wil dus even weten of niemand dit heeft. Want als ik het soms vertel aan mensen, vinden ze dit dus heel raar. Dus ik ben dus nu net van mijn moeder teruggekomen en ik wil dus even eten halen. En ik moest echt even iets normaals halen. Ik wil echt iets normaals halen, want ik heb zeg maar alleen maar slecht gegeten. Hierachter ga ik dus eten halen. En dan parkeer ik mijn auto en dan soms zit ik gewoon heel even in mijn auto. Niet voor me uit te staren of zo, maar gewoon heel even op mijn telefoon. Of dan toch even nog iemand bellen en dan blijf ik gewoon heel even in mijn auto zitten. Het kan soms kwartier zijn of weet ik het wat. En ik doe dit dus best wel vaak. En ik hoor dus van iedereen dat het heel raar is. Dus ik wil eigenlijk weten of niemand van jullie dat doet. Dus ben je benieuwd of niemand dat doet. Laat me dat weten of ik dus wel raar ben. Of dat ik niet raar ben. Of dat anderen dit ook doen. Ik ga weten. Het is de volgende dag. En ik heb dus met Do afgesproken om foto's te maken. Want dat doen Do en ik regelmatig voor Instagram. Haar feed is zo mooi. Ik zal het zo even laten zien aan jullie. Maar ik ben een beetje laat. Want ik moest best wel veel doen. Dus we moeten nu even van het laatste licht gebruik maken. En ik ben ook weer... Ik weet niet, ik heb zoveel moeite om foto's te maken van mezelf. Dat zullen jullie misschien niet denken, maar dat is wel zo. En ja, dus ik heb het nu allemaal al wel weer een beetje gezien voor mezelf. Alleen, daar is mijn friend. Lekker beetje. En we gebruiken dus nu dit gebouw, de achtergrond. Dus dat ga ik even doen. Nu. En dan zien we jullie zo weer.
don't know better. And I thought we'd be different. Yeah, we were on to some good shit. Ik had dus op Insta deze foto gezien en zoiets ga ik dus nu nabootsen. Oh ja, dat is waar. Oké, dus dit gaan wij even proberen in de auto. Ik laat zelf het resultaat zien of het is gezet. Ik ben inmiddels thuis. Ik heb even gegeten met Do. Ik zou nog even haar Insta laten zien. Dat ga ik nu even doen. En dan was het alweer. Was dit het alweer? Wacht, ik ga even haar Insta laten zien. Kijk hoe mooi haar feed is. Ga haar allemaal volgen. Ze zet echt hele mooie foto's erop. Dit was dus even een hele korte soort van weekvlog. Omdat ik dus nu net mijn camera terug heb. Morgen ga ik beginnen. Gewoon weer een hele week. En dan ben ik ook jarig. Dus ik ben om 12 uur jarig. Dus ik ga mijn camera nu opladen en dan ga ik filmen tot morgen. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden.